Nederland heeft er weer een jaar op moeten wachten, maar het is dan eindelijk zover. De stoere, geile en heldhaftige pakjes kunnen uit de kast getrokken worden, want het is tijd voor de Dutch Comic Con. En nu ben ik een echte Jedi. Wat maakt dit cosplay nou zo leuk? Ja, het leukste eraan is denk ik dat je jezelf even helemaal kan verliezen in een fantasiewereld. En ben jij dan ook vandaag echt die slechterik uit Star Wars? Ik ben zelf een zelfbedachte interpretatie van een slechterik uit Star Wars. Maar ik voel me wel echt een slechterik. Wat doe je dan als slechterik? Een beetje dreigend rondlopen, een beetje zwaaien met je lightsaber en weet ik veel, de force choke of iets in die trant. En als jullie dan thuiskomen vanavond en jullie zijn nog steeds helemaal in je slechterikke rol, hebben jullie dan ook seks terwijl jullie in je rol zitten? Nou, dat zou wel een goed idee zijn. Ik ben groot genoeg nerd om dat sexy te vinden. Dus, ja, het duurt alleen even voordat hij alles uit heeft. Ja, maar ja, dan maakt het toch ook weer spannend, toch? Precies. Ja, bereid je voor dan vanavond. Het rollenspel is altijd goed. Wie ben je? En ik ben. Is dat duidelijk? Met de Iron Man. Oh, is dat uit de film? Ik ben als een Umbrella-kors. Als een wat? Als een Umbrella-kors van Resident Evil. Ook op zombies aan het jagen. Oh, oké, mag ik meedoen? Ja, best als we ze kunnen vinden. Op wie jagen we? Zombies. En wie ben jij dan? Magneto. White Widow? Nee, Magneto. Wie van jullie is er beter? Dat is een politie. Sneller, sterker, slimmer en langer. Ik heb een betere snor, duidelijk. Ik sta hier bij het podium waar straks de cosplaywedstrijd gehouden wordt. En dat houdt in dat je je helemaal inleeft in je character. Dus je bent echt die Jedi. Nou, alleen de beste van de beste mensen die mogen hier aan meedoen. En ik ga ook deelnemen. Ik mag dus dadelijk op als Jedi. Al die mensen hier die hebben vet veel ervaring en die weten precies welke tricks ze moeten doen en ik weet gewoon niks. Ik ben na deze act aan de beurt en ja, ik kan eigenlijk helemaal geen fuck. Ik ben namelijk ook best wel zenuwachtig. Al die mensen die gaan gewoon naar mij kijken zonder dat ik iets van bak. Maar stand op nul en fuck it. En het bij één keer hou, maar misschien kom ik volgende keer wel terug om te kijken.